Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video, eindelijk weer op mijn kanaal. Ja, in deze video ga ik uitleggen waarom ik zo lang niet heb geüpload. Wat je nu gaat kunnen verwachten op mijn kanaal. En voor de rest nog een paar random dingetjes. Kijk deze video gewoon helemaal af, dan zijn jullie helemaal weer verder op de hoogte. Veel plezier met kijken. Als eerst, waarom heb ik heel lang niet geüpload en waarom ben ik zo lang weg geweest? Als eerste, misschien valt het jullie wel op aan de achtergrond, dit is wel mijn kamer, maar jullie denken waarschijnlijk, what the fuck? Normaal zit ik altijd voor mijn raam. Oké, ik zit nu ook voor een raam, maar dat maakt niet uit. Normaal zat ik voor mijn oude raam en dan zag je mijn hele kamer op de achtergrond. Ja, misschien weet je het wel, misschien weet je het niet. I don't know. Maar wat er in de tussentijd is gebeurd sinds dat ik niet meer heb geüpload, is dat ik ben verhuisd naar zolder. Ik heb gewisseld met mijn broertje van kamer, dus dit is niet mijn kamer. Ja, jullie zien niet veel. Jullie zien alleen een marmerachtige muur en een lelijk dekbed wat totaal niet bij elkaar past. Dat komt omdat ik nog bezig ben met dekbedden bestellen, want ja, ik heb nu dus een tweepersoonsbed en ik heb nieuwe dekbedden nodig. Dus ja. Maar dat is dus vooral een reden geweest. Ik ben vrij druk geweest met mijn nieuwe kamer. Met verhuizen. En er was verder dan ook niet echt ruimte om te filmen. Het was super druk. Alle tweede kamers stonden met puinhoop. En ja, dan wordt het al moeilijker om te gaan filmen. Maar nu ik ben verhuisd en het wel bijna af is. Ik ga nu nog een beetje met decoratie en zo. En dat soort dingen. Ben ik wel heel erg blij over het eindresultaat. En ja, jullie denken nu waarschijnlijk, maar we zien helemaal niks. Dat snap ik. Als jullie een roomtour willen, doe dan even een duimpje omhoog. Of laat het nog achter in de comments. Dan weet ik dat jullie daar geïnteresseerd in zijn. En dan kan ik een keer een roomtour doen als mijn kamer helemaal af is. En er leuk uitziet en zo. Dan kan ik dat doen als jullie daar interesse voor hebben. Ja, en nu denken jullie waarschijnlijk ook van, er staat op je banner, en je hebt het ook gezegd in een video, je gaat vanaf nu uploaden op zondag om 5 uur. Dat is waar, dat heb ik gezegd. En heb ik dat gedaan? Nee, heel erg slecht, want ik wilde dat dus echt gaan doen, omdat ik dan echt een vaste dag heb. En dan heb je iets om, dan kan je je ergens aan houden. En dat deed ik dus gewoon helemaal niet. En ik uploadde vaak wel op zondag, maar dan ook weer niet om 5 uur. En het ging allemaal niet zoals gepland. Dit komt natuurlijk ook omdat ik heel erg een uitsteller ben. Ik stel alles heel erg uit, ook op school en zo. Dus wat er vaak eigenlijk gebeurde was dat ik de hele week bezig was met school en sporten, afspreken met vrienden. En dan kwam het weekend en dan was ik vaak, ging ik vrijdag, ging ik naar feestjes of ik was gewoon met vrienden of ik was met Jasper, I don't know. En dan zaterdag ging ik eerst altijd weer trainen. Ik heb zaterdag altijd eerst volleybal. Dan heb ik of soms een wedstrijd. En als ik geen wedstrijd heb, ben ik ook weer of... Nou nee, op zaterdag ben ik nooit bezig met school. Wat ga ik liegen? Nee. nee, dan ben ik ook weer met vrienden of dan heb ik weer iets gepland, weet ik het. En wat er dan vaak gebeurde is, dan werd ik zondagochtend wakker en dan moest ik ook aan school. En dan moest ik nog een video idee gaan bedenken en dan... Vrienden, En dan moest ik nog een video idee gaan bedenken en dan wist ik vaak niet eens wat ik wilde gaan filmen. En dan ging ik alles last moment helemaal eind middag doen. En daardoor kwam die vaak pas... kwam de video pas in de avond en was het helemaal afgeraffeld en was ik er eigenlijk helemaal niet tevreden over. En dat is gewoon heel erg slecht. En op een gegeven moment dacht ik van ja, weet je, ik vind YouTube heel erg leuk. Waarom stel ik het eigenlijk zo lang uit? Dan kan ik langer over een video doen. Want ik heb eigenlijk een hele week de tijd om één video te uploaden en echt mijn best ervoor te doen. En dat deed ik dus gewoon helemaal niet. Ik deed één dag en dan een paar uurtjes klaar, hup, op YouTube. En het is niet dat ik nu... Nu komt het echt over alsof ik YouTube haat of zo. Maar anders heb ik helemaal geen YouTube kanaal. Ik vind het hartstikke leuk. Maar ik stak er gewoon heel weinig tijd in. En dat wil ik gaan veranderen. Dus vandaar dat ook de titel is een nieuwe start. Omdat, ja, ik wil gewoon nu alleen nog maar video's gaan uploaden waar ik echt tevreden over ben. En wat ik echt... waar ik zelf achter sta. En dat gaat echt moeilijk worden, want ik ben heel erg perfectionistisch. Echt heel erg. Als ik ook maar één keer iets zeg of ik doe iets of het gaat niet goed met bewerken, dan ga ik al twijfelen. Moet dit wel online? Ik ben daarin best wel onzeker. En dat komt natuurlijk ook omdat ik heel erg kijk naar hele grote, veel bekendere YouTubers die dit al heel erg lang doen, die heel veel ervaring hebben en die doen dan soms dingen met bewerken en dan denk ik, oh, dat wil ik ook kunnen. En dan, ja, en dan ga ik naar mijn eigen kanaal en denk ik, nee, heel nee. En ja,
dat is dus eigenlijk wat er deze week heeft gespeeld. En ik ben deze weken dus al heel erg druk bezig met ideeën uitschrijven. Ik heb al dingen gefilmd voor nieuwe video's. Dus ik ben er nu echt wel mee bezig. En ik wil echt langer, meer tijd erin gaan steken. En ik ga me nu dus ook echt aan die zondag om 5 uur houden. Dus dat gaat ook gewoon nog steeds in mijn banner staan. En dat ga ik nu echt proberen om te zorgen dat dat gaat lukken. Dan denk je van, ja, maar wat komt er dan nu op je kanaal? Ja, dat kan echt van alles zijn. Er zijn een paar mensen die zeggen, ja, je moet wel een content hebben. Maar ik heb niet echt een content, want ik vind zoveel dingen leuk. Ik hou van fashion, lifestyle. Ik vind vlog af en toe nog steeds heel erg leuk als ik echt iets leuks ga doen. Random video's, praatvideo's, sketches. Echt van alles. Wat er in mijn hoofd opkomt en wat me leuk lijkt om te doen, dat ga ik gewoon doen. En dan heb ik nog een vraag aan jullie. Want ja, misschien hebben jullie het op mijn kanaal gezien. En als je nieuw bent, dan waarschijnlijk niet. De meesten zijn geabonneerd op mij door de video Lyric Prank op mijn vriendje Jasper. Want die video is echt heel vaak bekeken. En ik heb nog een video met Jasper gemaakt. My Boyfriend is My Makeup Challenge. Link staat in de beschrijving. Maar Jasper en ik willen dus heel graag een Q&A opnemen. Maar dan hebben we natuurlijk vragen nodig. Dus laat je vraag achter in de comments. Kan van alles zijn. Laat maar achter. Want ja, we hebben wel vragen nodig. Dat was denk ik alles wat ik wilde vertellen. Deze video komt dus ook niet op zondag. Omdat ik dit even tussendoor wilde vertellen van hoi, ik leef nog, ik ben er nog. En dan zien jullie mij gewoon weer vanaf zondag om 5 uur. Vergeet zeker niet te abonneren als je dat nog niet had gedaan. Een like, want dat is leuk. Dan weet ik dat jullie het leuk vinden dat ik meer tijd aan YouTube ga besteden. En dat wat ik doe met mijn handen. En ja, dan zien jullie mij zondag weer. Doei doei!